verjaardag. Mooie lavendelplanten bij. Ja, want Rudy heeft die andere twee polletjes, drie polletjes daar neergezet. Daar hangt hij dan te hangen en te wapperen. Ja, lieve vrienden, en er, nummertje 2 is gekomen. En dat is mijn liefhebbende zwagertje. Onze Adrie. Hey mensen. Hele goedemorgen, lieve vrienden. Welkom op mijn verjaardag. Ja, en welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, mijn verjaardag, 23 juni. Vergeet het nooit. Ik ben vandaag 63 jaar geworden. Dus ja, een heel leven nog voor me, mag ik hopen. Ja, toch. Ik ga de vlag uithangen, dat laat ik jullie straks nog wel zien. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, ik heb het zonnescherm al uit. Kandel die zit daar voor het raam, die wil erin, maar die blijft wel mooi buiten, kan die straks meelopen. Rijka die ligt op de bank in het zonnetje kussentje. En Ewen die loopt om me heen naar de keuken toe. Ja, ja. Dus ja, vandaag feest in huizen Corina en de Beestenboel. Ja, ja. Vlaggetjes hangen dus al. Rudy had gisteren geholpen om dat even te doen. En helemaal gezellig, ik ben er klaar voor. Ja, ik ga nou een kwartier natuurlijk, uiteraard. Hoe wil je het anders ook? Rijk uitlaten. Het is vandaag, wat ik al zei, de 23e. Maar, wat ik nog niet heb gezegd. We leven nu om 17 minuten over 9. Ja, lekker bij tijd toch? Moet kunnen, ja. Dus ja, ik heb nog wel veel te doen. Ik moet nog eventjes weer naar de deken toe om even een worst erbij te halen. Want ik ben bang dat ik te weinig heb. Want ik krijg vanmiddag visite. Ik krijg vanavond visite. Dan moet je toch wel wat op tafel kunnen zetten. Ja, ja. Enkel vanavond zal ik niet mogen vloggen, want dan is het sowieso mijn broer en mijn schoonzus. En die willen er niet op. Nee, daar heb ik rekening mee te houden. Dus, maar het maakt niet uit, vanmiddag kan ik vloggen. Ik neem jullie mee naar het station om mijn zwagertje op te halen. Dus, komt allemaal wel in orde. Leuk toch? Ja! Laat mijn jurk los, laat mijn jurk los. Met je nageltjes. Wat verdikkie. Joh, je spint, ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, maar geniet ook met mijn dag. Ja, ik ben helemaal happy. Yeah. Maar oké, ik zie jullie straks weer. Ik ga nou eerst met mijn lieftallige meisje Rijke uit. Ja, even laten platje doen. En ik zou zeggen, tot straks. Tot dan. Nou, lieve vrienden, de eerste visite is er al en ik ben verrast, want ik had dat ooit verwacht en dat met deze coronagekte. Ja, mijn zuster, onze enige echte Corrie. Ja, ik heb een hele mooie plant van me gehad. Die staat buiten, een lavendelplant. Ja, maar nou weet ik niet waar mijn stok is. Moet ik die even zoeken, ik zie hem al. Ze is met een watergietertje bezig. Even lavendelwater geven. Even. Hij heeft dorst. Hij heeft dorst. Gosh. Ja, nou dan gaan we er even naartoe. Even kijken. En dan kan ik ook nog de vlag laten zien, want die heb ik jullie nog niet laten zien, nee. Maar dat komt goed. Mooie lavendelplanten bij. Ja, want Rudy heeft die andere twee polletjes, drie polletjes daar neergezet. Oh ja. Want het stond hier in die pak, maar daar deed hij het niet meer in voor. Oh, deed hij het daar niet meer in? Nee, hij wou niet echt, maar hij krijgt daar al bloemetjes in. Pak je aardbeien of gaan we meteen water geven? Niet in de zon. Nee. Dan verbrand je ze. Ja, weet ik. Hieronder. Ja, maar komt vanavond wel. Of jij doet het vanavond. Nou, en dan de vlag. Maar dat moet ik tegen dat zag de... ik wel hoor. Even tegen de zon in.
Nou, daar hangt hij dan te hangen. En te wapperen. Dus dat is weer een heel mooi gezicht, toch? Ja, vind ik van wel. En dan een rijke lekker, hè, aan het lopen en het doen. Natuurlijk niet. Dat doe ik zo. Best wel. Mooie pruim ook, heeft hij. Ze heeft zeker. Ze is helemaal mooi. Ja. Daar krijg ik complimenten over. Maar ik vond dat mijn mobiel ook tekeer gaat. Dus we gaan even weer naar binnen. En we hebben koffie. Dus, nee, mijn mobiel die is uit, geloof ik. Maar ja, we hebben koffie ook. Dus we gaan lekker aan de koffie. En we gaan genieten. Om 12. Ik kan nou mijn zwagertje niet ophalen omdat Corrie er is. Hè? Dat begrijpen jullie wel. Maar oké, okay, ja, sorry, balorie, maar ik ga niet weg als Corrie er is, nee. Ben je nieuwsgierig, meisje? Hé? Hey? Ik weet nog wel dat ik ze wel eens een keer gezien heb, maar zelf weet ze het niet, hè? Nou, ik weet het ook niet, hoor, maar ze doet een beetje raar. Maar ik weet wel waardoor dat komt, hoor, dat ja. Weten wij wel, ja. Rijka die is namelijk bang van Corrie. Ze moet er niks van hebben. Maar hoe komt dat? Wat denken jullie? Ze wordt eenkennig omdat er bijna niemand over de vloer komt. Dan enkel de normale vaste mensen die bijna wekelijks komen. Ja. Zoals Rebecca die twee keer in de week normaal Ito gesproken komt. De Ruud die komt één keer in de week, één keer in de 14 dagen. Dus die is ze gewend. Karen en Roderick die bellen iedere dag, dus die stemmen kennen ze en als die dan komen dan is het ook oké. Maar ja, iemand die ze niet herkent en dat komt alleen maar door die coronagekte. Ja, moet je niet vallen! Zo, komt er in je binnen doekelen. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet verder van jullie dag, gaan wij ook doen. Ik zou zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, en nummertje 2 is gekomen. En dat is mijn liefhebbende zwagertje. Onze Adrie. Hey mensen. En ik heb toch wat moois gekregen. Ja, kijk eens. Een hele mooie bos met bloemen. Gerbera's, ja. Rozen. Ik denk bij verjaardag hoort gips. Hij is prachtig. Hele mooie rode rozen, ze ruiken heerlijk. Ja, wie weet kan ik het weer uittypen. Maar de witte bloemetjes, dat lijkt me nogal het moeilijkste. Maar we merken dat wel weer. Als ze nou nog een beetje blijven staan. Hè? Zo, mijn zwagertje. Ja, ik ben blij dat hij er... Adrie is lekker bruin. Ja. Ja, maar het is zo lang geleden ook dat ik hem heb gezien, hè? Ja. Ik denk vanaf Jack. Echt waar? Ja. Hij mocht toch niet? Vanaf Jack. Ik heb wel, Nou ja, de rest komt wel. Ja. Maar hier gaat er ook in die nieuwsgierig. Ja, maar ik ben gewend dat het lang duurt. Nee? Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, tot straks dan weer. Nee. Goed zo, mooi. Nou, jullie hoeven niet zo strak tegen elkaar aan te zitten, jawel, hoor. Nee, want ik ben aan het filmen. Wij zijn lekker knus. Ondanks het warme weer vind ik het toch goed. Ja. Nu is het nog helemaal cool. Wij zijn lekker knus samen. Ja. Ah, dat is niet waar. Ja, het is wel waar. Nou, geef elkaar even een kus. Goed zo. Kijk, en hier maak ik gewoon ook een foto van. Simpel. Mijn moedertje. Twee, joh, er niet op, tweede moedertje. Het zwaarste werk heeft een moeder. Nou, en dat is Anita. Ja, dat is Anita. En jij dus? Ja, mijn zusje van de kerk. Ja, zo is, zo is dat. Ik kreeg een meer geld voor dan je moeder. Ja, jij kreeg een geld. Dat is waar. En onze prinsesje. Ja, maar dat is niet insteken. Nee. Ja, onze prinsesje. Maar zo werken met je hart en niet voor het geld. Ja. Nee. En Rijka is al gewoonlijk weer buiten. Nee. Kijk, weet je wat is? Maar wij maakten er rustig 80 toe. Ja, ja, kijk, ja, dus aan de ene kant, aan de ene kant denk ik wel eens, ze heeft nog heel veel op moeten brengen.
kooi was natuurlijk gewoon heel jong. Kooi was, ja. Nou, 18 jaar denk ik, hè? 19. Nou, kijk, 19. Ja, kun je nagaan. En wij hadden een groep van... En ik kwam van achter een laantje vandaan, hè? Maar hoe groot was de groep? Dus niet uit die stad. Dus nee. Ik was letterlijk en figuurlijk zo groen als graag. Ja. Een man. Nou, dat is Corrie en Adrie dus, lekker naar elkaar. Dat kan niet waar zijn. Ja. Dat ja, begrijp ja. ik niet. Nee. Juist, zo hoort het. Nou. Ja, lieve vrienden, mijn zwagertje lief, die is lekker blijven eten en die is de deur weer uit. Waar ik nu nog op wacht, is mijn broer en mijn schoonzus. Ja, en dan mag het niet gevlogd worden. Nee, helemaal niet. Dus ja, ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle, warme, zoele, zomerse avond toe. Geniet ervan met z'n allen. Hé, ja, je krijgt zo eten, kind. Ik ben hier nou even bezig de troep weer een beetje aan het opruimen, want het ziet er gewoon niet uit. De tafel hier staat vol omdat de spullen van de salontafel ook hier staan. Maar dan kun je zo lang wel weer even terug. En ik zou zeggen, lieve vrienden, ook voor later natuurlijk. Slaap lekker. Mooie dromen. Gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Zeg het tot dan. Doei allemaal. Ja, lieve vrienden, het is reeds 22 uur 11, nog steeds op 23 juni, nog steeds mijn verjaardag. En ik zit sinds net alleen, ja. Mijn broer Koen en zijn vrouw Gerry, mijn schoonzusje, zijn net weg. Ja, kijk. Dan heen je naar een verjaardag. En dan zal ik jullie meenemen naar de salontafel. Ik moet nog opruimen vanzelf. Nou, ik hoop dat jullie het wat zien kunnen. Mijn broer had een biertje. Nee, is er nog die fles drank drinken vergeten? Nou, ik zet het in de koelkast, krijg het alsnog. Ik breng het gewoon naar de toe. Ja hoor. En hier de boel even netjes maken. Ik heb mijn cadeaus. Nou. Of, die bloemen, dat weten jullie, van mijn zwagertje lief. Met die parfumdwijn. Die kreeg ik van een vriendin. Deze kaart met deze orchidee. Kreeg ik ook van een vriendin. In dat flesje. Een mooie kaart. Daar zat inhoud bij. Nog een mooie kaart. Daar zat ook inhoud bij. Nog een mooie kaart. Zat, bij eentje zat geen inhoud. Maar dat zal nog wel komen. Want die komt midweekend zoals het er nu voor staat. Ligt eraan wat het weer doet. Een tegoedbon van een zwager. Nou, dat wisten jullie al. Chocoladehart van Karin Roderick. Ik heb zoete aardappeltjes gekregen van Karin en Roderick. Ik heb friet aardappeltjes gekregen van Karin en Roderick. En twee blikken boterboontjes gekregen van Roderick. En het staartje van Rijka zit eraan. Oftewel, ik kreeg Rijka als cadeau van Sinterklaas, kerst en verjaardag in één. Dus nou heb ik eindelijk dat staartje erbij. Ja! Nou is helemaal van mij. Jo, wat een dikkie. Maar in ieder geval, van mijn broer en mijn schoonzus kreeg ik deze mand met inhoud. Ik weet echt nog niet wat erin zit, dan denk ik dat maar weer een fles drank. Ja! Dus dat gaat weer even terug in. Ik ga dat morgen allemaal eens even bekijken. Ik ben nou een beetje te moe. En ik moet ook nog naar Facebook toe. Althans, moeten willen. Ik weet echt niet wat het allemaal is. Joost mag het weten. Dit lijkt wel op plakplastic voor het raam. Ik weet het echt niet. En ik zie meerdere dingen ertussen. Het glinstert en glimt en doet en... Hier, ik weet het allemaal echt niet.
Er zitten snoertjes bij. Ik weet het niet wat het is. Maar oké, okay. Kom er morgen wel achter, dan ga ik het uitpakken. Want hier zo, ik weet het allemaal echt niet. Er zit ook nog een groen dingetje omheen. Ja, wat zou het allemaal wezen, hè? Denk je dan? Hier nog een doosje met kelkjes. Oh, kijk, een bonbonnière. En nog iets legt erin. Nou, dat gaan we morgen gewoon bekijken, ja toch? Dat gaan we gewoon samen doen, ja. En, dus, nou, en ik heb hier nog een bord met was. Dat ga ik weer op de tafel zometeen zetten. Maar ik ga eerst de tafel even schoonmaken. En is dat maar gebeurd. En eventjes opnieuw inrichten. En dat vind ik morgen wel. Daar heb ik nou echt geen behoefte meer aan. Maar ik ga wel even de salontafel netjes maken. Oh, en Rijka die heeft haar bonk mee naar buiten genomen. En haar handdoek. Waar ze mee spelen mag. Dus ja, en ik moet mijn medicijnen nog innemen voor mijn COPD. Nou, hè? Zullen we eventjes, ik ga eventjes iets met Rijka uitvogelen. Hè? Even met Rijka uitvogelen. Er moet trouwens weer nieuwe sop in. Ja? Dat is de camera. Denk hem de camera. Denk hem de camera. Ja, dan gaat hij. Wow. Dan doe je de mensen, ouw. Wat een dikkie. Denk je erom, zei ik. Nou. Even geduld. De mensen willen jou gewoon zien wat je doet. Zo. Kom hier. Rijka. Nou, wil je niet spelen? Wil je niet spelen? Nee, met je bonkie, hè? Nou ja, hebben we pech gehad. Hebben we gewoon pech gehad. En sorry dat jullie even vielen, maar ja, daar kan ik ook niks aan doen, nee. Hé? Het is zo lief. Rijka! Rijka! Kom maar dan, meisje. Ja, lieve vrienden, ik stop ermee. Ik zeg voor de tweede keer, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen, gezond weer uit jullie bed zien te komen en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!